Stichting Scrivi en het Nationaal Archief Suriname hebben gisteren de officiële presentatie gehouden van de documentaire serie Wikondre. Beide organisaties weten dat het immaterieel erfgoed van Suriname rijk en divers is. Het is een mix van verschillende cultuurelementen die ontstaan zijn tijdens de koloniale geschiedenis van Suriname en Nederland. NAS-directeur Rita Chin-Fu merkt op dat de documentaire serie is gemaakt door een jonge Surinamer. En wat me opvalt is dat Kevin steeds zegt, hier vanuit Suriname moeten we met projecten komen, producten ontwikkelen. Het moet niet eenzijdig van Nederland uit gebeuren, maar we moeten hier ook ideeën ontwikkelen en projectvoorstellen indienen. Want er zijn genoeg kundigen, jonge, creatieve Surinamers. En een voorbeeld daarvan is Kevin. De rol van Nationaal Archief Suriname. Jullie weten allemaal, of jullie weten dat niet, dat we hier de archievencollectie van de Republiek Suriname beheren en ook ontsluiten voor het publiek in het algemeen. Maar wat Kevin nu doet, is op een bijzondere manier het beschikbaar stellen voor het publiek. Je hebt dus het immaterieel erfgoed, de verhalen over Sranang Tongo, over de spelletjes, de liedjes, keukengeheimen uit oma's tijd, heb je dus hier in het documentaire neergezet en ook research gedaan, want dat is belangrijk. Volgens Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat Cultuur, was het zeer verrassend voor hem om die documentaire serie te mogen zien. Volgens Henk van der Zwan, ambassadeur van Nederland in Suriname, zijn dit soort projecten en documentaires juist leuk om onder de aandacht te brengen van de mensen. Het is genoeg om vandaag namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dit bijzonder moment mee te maken. Een belangrijk element in het cultuurbeleid van dit ministerie is het zorgdragen voor de conservering, de ontwikkeling en veredeling van het Surinaams erfgoed, zowel materieel als immaterieel. En dit dus als onderdeel van de ontwikkeling en versterking van onze Surinaamse culturele identiteit. Stichting Scrivi en zeker ook het Nationaal Archief Suriname, die acht het ook van belang ons immaterieel erfgoed zo goed mogelijk te onderzoeken en te waarborgen. En daar zijn wij als ministerie heel blij mee. Met je erfgoed vertel je overigens je geschiedenis. Het Nationaal Archief doet geweldig werk. In Nederland heb je het Instituut voor Beeld en Geluid. Maar alles wat achter die muren verborgen blijft, dat verstoft. En het is daarom juist leuk dat actief daarvan gebruik gemaakt wordt. En dat leidt tot dergelijke producten zoals deze. Ik begrijp dat het ook hier in Suriname geïncorporeerd gaat worden in het onderwijs. Ik zal ervoor pleiten in Nederland dat het daar ook gebruikt gaat worden. Want dit werpt een leuke, interessante en ook, laat ik zeggen, wetenschappelijk goed doortimmerde blik op de banden die er zijn. Er zijn verschillen, maar er zijn ook banden. In de documentaire serie Wikondre worden diverse cultuuruitingen belicht, welke door migratie en intercultureel contact onderdeel zijn geworden van het alledaagse leven in Suriname. Na de presentatie heeft Stichting Scrivi de serie formeel overgedragen aan het NAS en de Nederlandse ambassade in Paramaribo.